Hoi, en kijk eens dat je bent bij een spiksplinternieuwe video vanuit onze tuin. Yay! Je moet meeklappen. En ik ga zo meteen dit prachtige creatie introduceren. Maar eerst ga ik even vertellen over deze video. We gaan dit keer niet hebben over cameratechnieken of over mooie achter de schermen beelden en bruiloften. Dat komt volgende week. Nu is het iets persoonlijker. En als je een trouwe abonnee bent van mij en al mijn video's trouw kijkt, dan is het je laatst waarschijnlijk opgevallen dat als je goed wil presteren als professioneel fotograaf, of presteren, een goed bedrijf neer wil zetten, persoonlijkheid heel erg belangrijk is. Want je persoonlijkheid brengt je heel ver in de fotografie. Maar daar zit ook het woord persoonlijk in. En persoonlijk vind ik zelf heel erg belangrijk met het fotograferen. Dat ik ben meer dan een fotograaf. Ik ben, nou ja, mijn hele leven is fotografie. En daar hoort ook mijn persoonlijke leven bij. Dus daarom ga ik introduceren de lieftallige vrouw. Mijn vrouw zelfs. Bezittelijk, hè? Ja? Ja. Ja. Stel je voor, want kijk, er zijn natuurlijk mensen die jou waarschijnlijk kennen. Als je mij op social media volgt, dan ben je ongetwijfeld tegengekomen. Wij maken nogal wat grappige content, hoewel, vinden we zelf althans. Hoewel je waarschijnlijk in een roze huispak hebt gezien. Ja, met laat je schoen even zien. Dan weet je meteen wat voor... Weet je het zeker? Ja, laat gewoon even zien wat jij aan hebt. Dit is gewoon echt verschrikkelijk. Ik noem dit uit de collectie anticonceptiewear. Dus ik denk van, nou, ik wil nog geen kinderen. Trek dat aan. Werkt fantastisch. Ja. Het begint goed en het eindigt gewoon wat minder. Ja, je kan niet alles hebben. Maar dit is de Jennifer. Als je de titel van mijn video hebt gezien, dan heb je waarschijnlijk geklikt. Dacht, wow, fotografie heeft je leven veranderd. Maar hoe dan? Wat is er gebeurd er allemaal? Nou, ik ga je zo meteen eigenlijk ook vertellen. Ik ga eigenlijk vertellen waarom jij er ook bij zit. Dat is heel erg belangrijk. Ik wil eerst eigenlijk een beetje bij het begin beginnen. En waarom heeft fotografie mijn leven veranderd? Nou, als jij aspirerend fotograaf bent, of je denkt van, wat wil ik met mijn leven gaan doen? Ik wil fotograaf zijn, ik wil beeld maken. Dan is dat best wel iets lastigs, want het is heel niet tastbaar. En het is ook iets, het heeft weinig zekerheid. Maar dat, in mijn ogen is dat een beetje een verkeerd perspectief. Want het maakt niet uit dat het geen zekerheid heeft. Het gaat erom dat je je droom achterna gaat. En dat is wat ik gedaan heb. Ik ben mijn droom achterna gegaan. Ooit, lang geleden, toen jij nog klein was. We schelen wel wat in leeftijd. Dat valt best mee, 6 jaar. 6,5. Zes jaar. Eigenlijk 7. Bijna 5. Op papier dan. Bedacht ik mezelf van, wat ik nu doe is niet leuk. Mijn werk wat ik doe, bevredigt mij niet. Ik word er niet gelukkig van. Ik moet creatief zijn. Dat is iets wat mij heel erg aanspreekt, altijd al aangesproken heeft. Ik ben een enorme dyslect. Ik kan woorden, daar kom ik niet in uit. Ook het bedenken van deze YouTube-titel heb ik 80 jaar over gedaan om daar iets van te maken. En nog steeds ben ik er niet tevreden mee. Maar een beeld komt dat bij mij heel natuurlijk. Dus ik besloot om fotografie te gaan studeren. 4 jaar lang. En ik wist helemaal niet hoe de camera werkte. Ik pakte hem verkeerd om vast, bij wijze van. Maar ik dacht, dit apparaat heb ik nodig om hetgeen wat in mijn hoofd zit, al die beelden, naar buiten te brengen. Dus tijdens de opleiding, hoe noem je dat als je aangenomen gaat worden, de opleiding? Dat moet je natuurlijk, je kon niet zomaar aangenomen worden. Hoe noemen ze dat als je een opleiding... Je inteken of zo? Ja, je soort intake, van. Ja. Inteken van mijn opleiding zei ik gewoon letterlijk van, ja, ik heb heel veel beelden in mijn hoofd zitten, maar ik kan ze nog niet uitkrijgen, want ik heb niet de tools en het know-how om dat met een camera te kunnen. Ik wil dat leren. En als ik dat snap, dan kan ik automatisch dat uit mijn hoofd krijgen. Want dat, en uit mijn hart, want daar zit het allemaal. Fast forward, ik heb die opleiding gedaan. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ik heb eigenlijk alles wat ik van fotografie weet, heb ik daar geleerd. Dus ik ben echt eigenlijk een geschoolde fotograaf. Maar het echt fotograferen leer je natuurlijk pas als je echt met klanten gaat werken en opdracht gaat krijgen en noem maar op. En dat hele proces heeft mijn leven zo veranderd. Als ik kijk naar hoe ik was voordat ik dat ging doen en tot waar ik nu ben, dat ik daar professioneel baan in heb en mensen gelukkig maak met mijn werk. En als je mij nu vraagt, zou je het nog een keer doen? Zeker, 100%. Alle minpunten die erbij komen, zijn uiteindelijk positieve dingen. Want je gaat je hart achterna. Dus je weet, wat ik nu doe, maakt me super gelukkig. En als ik ooit terugkijk in mijn leven, dan weet ik heb echt gedaan wat ik leuk vind. En als je dat doet, dan kan het nooit misgaan. En we hebben het hier natuurlijk over fotografie. En dat is wat ik ben gaan doen. En misschien is dan, de video wil niet te lang maken, maar een klein videootje, gezellig. Is wel interessant wat een van die grote veranderingen in mijn leven was. Want waarom verandert fotografie mijn leven?
En ik had Jen misschien een beetje uitleggen hoe dat gebeurd is. Ja, dat kan ik. Nou, ik zat op een donkere maartdag, denk ik. En jij bent altijd heel snel met foto's bewerken. Oh, yes, maar, dus het ja, zal begin klopt, maart, maart ja, geweest zijn, ja, want de bruiloft was eind februari. Toen was ik over Instagram aan het scrollen. En toen zag ik foto's van vrienden van me. Die hadden een huwelijk in februari. En ik zag de foto's voorbij komen. En daar was ik echt zo van onder de indruk. En voornamelijk ook omdat ik dacht... Nou ja, februari staat niet per se bekend om de mooiste maand. Het is helemaal grauw. Het was ook grauw weer die dag. Maar de foto's Het was exact hetzelfde weer als nu, alleen is kouder. Ja. Ja. Maar, en nu heb je nog her en daar een beetje blaadje aan de bomen. Dat had je toen ook echt. Nee, het was gewoon dor en dood. Maar het was echt super mooi. Ik was echt gewoon helemaal amazed. Dus toen dacht ik, nou ga foto's, even een comment en een like. Je weet wel hoe dat gaat. En ik ga die fotograaf volgen, want ik volg op Instagram zo ongeveer 3 dingen. Mijn vrienden en familie, alles wat met dieren te maken heeft en een aantal fotografen. Nou, ben ik gaan volgen. Helemaal leuk. En dan kwam dan zo af en toe eens iets professioneels voorbij. Echt mooie foto's. Nooit Roy zelf. Dus nou ja, verder geen aandacht aan besteed. Mooi, like, klik en door. En toen in de herfst, kwam er op een gegeven moment een foto voorbij van een hond. Die lag te rollen in zo'n bruine leren stoel op zijn rug. Die lag helemaal zo Ja, zo'n filmpje. Een filmpje was dat. Toen dacht ik, oh wat cute. En toen stuurde ik zo'n smiley met van die hartenpopjes of oogjes, weet je wel. Nou ja, verder niet echt over nagedacht. Ja, als ik een dier zie, dan like ik dat, klaar. Ja. En door met mijn leven. En het grappige was, ik dacht dat het gewoon een bruid was. Want ja, ik denk altijd, er wordt heel veel met DM gebericht. Van, reageer ergens op. En dan kan dat potentieel een nieuwe klant zijn. Vaak zijn het natuurlijk vrouwen, want de bruiden reageren iets actiever dan de bruidegommen, over het algemeen. Dus ik dacht, een nieuwe klant. Dat dacht ik eigenlijk. Maar het bleek toch een soort van DM-slide te zijn. Nee, dat is echt niet waar. Want ik reageerde op zijn hond. Wist ik veel hoe hij eruit zag. Dus, toen stuurde hij terug. Jij hebt ook een hond, toch? Ik stuurde, yep, Iris. Iris is mijn labrador. En dit is ze nu. Had ik een foto, want toen lag ze ook net op de bank. En toen zijn we een klein beetje aan de praat geraakt. En toen dacht ik op een gegeven moment, met wie praat ik nou eigenlijk? Dus ik ben even gaan zoeken. En toen vond ik allemaal op Google foto's van zijn werk, niet van hem. Om een of andere rare reden destijds. Toen dacht ik, ja, whatever. Maar dat is ook de bedoeling. Dat is de bedoeling dat je dingen van mij vindt en niet dat je mij zelf vindt. Ik zag alleen een foto een stukje later waar je op stond. Maar dan was je een van de zoveel mensen. Dus dat zegt nog niet zoveel. Het ging een vriendin van mij even zoeken. Die had een mutual friend op Facebook. Dus je had het zo gevonden. De bruidegom. Nee, want daar ben ik mee bevriend. Okay, dat was iets anders. Uit het modellen gebeuren. Okay. Dus toen dacht ik, ah shit, die is wel knap. Dat is wel mijn type. Die zijn toe dieren. Die zijn toe dieren. Dat is natuurlijk, dat mannen gewoon, ik kan er niks aan doen. Die moet ik hebben. Bij vrouwen, hij is into dieren. Nou ja, lang verhaal kort. Wij gingen gewoon verder kletsen. En toen zei hij, had Roy door dat ik toch niet een aanstaande bruid was. Althans, ik had het nog niet op de planning staan. Voor mezelf. Wist ik veel dat ik een jaar later met hem zou trouwen. Ja. Letterlijk, een jaar later. Ja. Dus toen zijn wij een keer gaan wandelen samen. Ja, maar dat was niet als date. We zijn echt gaan wandelen om gewoon, omdat het corona was en we hadden toch niks anders te doen. Dacht later, ik zou kletsen. We hadden bij een hond. Ja. En de app had ik echt totaal geen zin in. Ja, en wat ook wel grappig was, jij vond mijn Instagram echt een muts Instagram. Oh ja, ja, ik ben best wel goed, dat zeg ik zelf, maar ik kan heel goed profielen maken van iemand, foto's. Ik zie daar heel veel aan. Het is letterlijk mijn werk om foto's te lezen, dus je kan daar heel veel mee. En haar Instagram was best wel mutsig, dus voor mij was er niet eens een vraag of dat datemateriaal zou zijn. En bovendien was ik ook net uit de relatie en ik had even genoeg van al dat... gezeik, want dat is het dan eigenlijk allemaal. En dat was gewoon echt, we hadden gewoon een heel goede klik. Ik dacht, nou, het is gewoon vriendschappelijk. Ze heeft een leuke hond. Maar lekker gezellig met elkaar gaan wandelen. Je gaat ook op dieren af. Nou, ik ben toch ook een dierenfan. Ja, okay. Dus prima. Je kon iets anders doen dan wandelen met de dieren. Dat is het enige wat je kon doen in de maatregeltijd. En ik ben helemaal verhaal kwijt. Ja, ik wil ook even zeggen dat ik dit niet met voorbedachte raden deed. Nee, dat deed ik niet. Nee, dat deed ik echt niet. Want, nee. Nee, echt niet. En toen, ik vond je wel knap, maar ja, er zijn zoveel mensen knap. Ja, maar de inhoud is natuurlijk belangrijker.
Ja, precies. Maar we hadden gewoon heel leuk gekletst. En je hebt een paar keer gevraagd, geen meer wandelen. Zeg ik, nee, want ik was ook net uit een relatie. Ja, ik had gewoon gezien te appen. Ik dacht, als ik dyslect, dus wel heel ingewikkeld. Ja, dan zeker Instagram, ik krijg heel veel berichten. Echt heel veel. En ja, ik probeer overal op iedereen te reageren. Ook YouTube, alles wil ik te reageren. Ik vind het ook belangrijk. Hey, ik snap hoe het is. Toen ik begon als fotograaf, wilde ik ook stage lopen bij fotografen. En ik wilde van alles. En dat is zo lastig om ergens binnen te komen. Ik heb een auto met herrie voorbij. Dus ik vind dat juist, ik doe dat wel. Ik vind het belangrijk dat ik iets terug kan geven. Ik kan natuurlijk iedereen helpen, maar dus informatie te geven. Ja. En mijn Instagram is nou nog steeds mutsig. Alleen nu wel met betere kwaliteit foto's. Ja, je was gewoon mutsig. Maar jij zei ook dat je jezelf niet wilde profileren zo online. Dat je expres jezelf mutsig neer hebt gezet. Dus dat betreft heb ik dat wel goed geconstateerd. Ik vond het wel prettig om niet... Je ex stond ook nog de foto. Want ik herken tegelijk als iemand een lover is of zo. Of weet je, toch zie je dat. Ja, mij maakt het dus echt niks uit. Ja. Ik wil gewoon niet dat mensen online iets gaan sturen. Gebaseerd op een plaatje of zo. Ja. Dus dat lukte vrij aardig. Ik heb ze allemaal weggejaagd. Ja, dus de strekking van het verhaal, want waar gaat het heen? Dit is een soort verhaal zonder eind. Doordat ik fotografie ben gaan doen, en er is zoveel in mijn leven veranderd, zit ik nu hier met mijn droomvrouw in onze droomtuin. We hebben een zelfgemaakte hek. Even flexen, de hek heb ik zelf gemaakt. Hè? Is hij niet klaar? Hij is bijna klaar. Nog een paar dingen doen. Zit ik hier in een prachtig natuurgebied en dan heb ik allemaal... te danken aan dat ik die fotocamera gepakt en creatief ben gaan zijn. Het enige wat ik toen wilde, is het leven van mijn fotografie. Dat is het enige wat me interesseerde. Hier wil ik van leven. Ik wil geen baas boven me hebben. Ik wil niemand hebben die tegen mij zegt wat ik moet doen. Ik ga daar heel slecht op. Dus ik moet dat doen. Dat maakt mij gelukkig. En dat heeft me zoveel gebracht. En ik hoop dat het een beetje inspireert. Om gewoon te denken, F it. Ik ga het gewoon doen. Het maakt me niet uit dat het geen stabiele baan is. Maar ik ga dit doen. Ik ga ondernemen. Ik ga... creatief zijn, foto's maken en voor elk soort fotograaf is er een business. Die is er altijd. Je bent je passie gaan volgen en daardoor viel ook alles op zijn plek. En ik vond jouw werk eerder mooi dan jou. Ja, ik ben gewoon mijn hart gaan volgen. Ik merkte dat zit in mij. En sommige mensen zijn heel goed met woorden en kunnen goed schrijven en dat soort dingen. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan beeld communiceren. Ik ben een beeldcommunicator en dat is wat ik doe. En ik moet wel zeggen, doordat ik beeld maak, ben ik beter gaan communiceren in het normaal. Maar het blijft altijd complex voor mij in mijn hoofd. En met beeld gaat dat gewoon heel natuurlijk, heel normaal. Dus het heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik ben een beter mens geworden, vind ik zelf, denk ik. Een fijner mens. Mijn ziel wordt gestreeld doordat ik beeld kan maken. Ik kan gewoon volledig 100% mezelf zijn. Ik heb niemand waar ik iets aan moet verantwoorden, behalve de Belastingdienst. Want dat is de baas in Nederland. En voor de rest... is het gewoon heerlijk. En ik hoop gewoon dat jij dat ook gaat doen. En als je denkt van, ja, hoe moet ik beginnen? Je altijd reageren onder de video. Hey Roy, heb je tips voor mij? Ik reageer daar graag op, want ik vind het fijn om anderen te inspireren en je aan te sporen om ook gewoon vol gas te gaan fotograferen. En of dat natuurfotografie is, of paardenfotografie, of schapen. Dat is vast een business voor te bedenken, want die is er altijd. Hopelijk dat het een beetje helpt. En zoals altijd... het zou leuk zijn als je abonneert op het kanaal. We gaan binnenkort gaan er heel veel bruiloftvideo's nog online komen. Achter de schermen. Dus wat jullie echt graag willen zien. Dat ik op mijn camera meekijken. In plaats van dit gezwets. Maar persoonlijkheid. Dus dit is heel belangrijk. Ik vind het fijn dat jullie mij en ook haar leren kennen. Want zij is ook een onderdeel van mij. Persoonlijkheid. Laat je persoonlijkheid doorkomen in je werk. En abonneer even op het kanaal. Want dat hier zo'n ding. En dan ploep ploep schiet omhoog. Superleuk. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Keileuk dat je gekeken hebt. En wil je nog iets toevoegen aan het verhaal? Nee, alleen dat je echt moet gaan doen wat je leuk vindt. Ja. Want dan komt alles vanzelf. Als je iets echt leuk vindt, ga er gewoon voor. Ook als andere mensen zoals zij mij leuk vond, daar gingen ze ook gewoon voor. Uiteindelijk wel, ja. Nou, dat was al vrij snel hoor. Ja, oké. Okay. Dit is het tijd om het nu af te gaan sluiten. Hoe jij naar mij keek ervan? Zag je wel, je checkt hem out. Ja, klopt. Zo. Deed ik. Ja. Ja, dit is het moment dat we dan, moet je kut zeggen. Kut. Kut. Nee, kat, niet kut. Kut. Kut.